Heb je hem op? Moet mama hebben? Oké. Doe hem een beetje in dan. Oké. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vandaag heeft Jordi uitgeslapen. Het is nu 9:50. En ik denk dat hij 20 minuten geleden wakker geworden is. Gisteravond 8:45 ongeveer naar bed gegaan. Dus hij heeft goed geslapen. Wat hij ook nog heeft gedaan, die viezerik, is in zijn slaap de luier uitgedaan. Dus hij lag vanochtend met zijn blote kont in bed. Gelukkig geen ongelukjes gehad. Want anders had ik alles kunnen schoonmaken. Maar alles was gewoon nog schoon. Dus dat hebben we goed gedaan. Liam die ligt nu ook nog te slapen. Die was vanochtend wel heel vroeg wakker. En die ligt nu nog lekker even een dutje te doen. En die laat ik ook nog eventjes lekker dutten. Jordi heeft nu in ieder geval zijn papfles op. Met zijn medicatie. Want dat is nodig. En ja. Niels is werken. Nou, niet helemaal zo. Niels is niet werken. Niels heeft cursusdag vandaag. En morgen ook. Ik weet niet hoe laat hij thuis is, maar het is in ieder geval een leuze. Dus daar is hij nu heen. Ja, vanochtend al. En ja, ik ben vandaag weer alleen met kindjes. Dus, tot nu toe gaat het allemaal prima. Ik moet er wel bij zeggen, ik moet echt zorgen dat ik mijn energie verdeel vandaag. Dat komt omdat ik keuzes moet maken tussen eten en drinken. En op dit moment kies ik voornamelijk voor drinken. Omdat ik merk toch dat ik heel veel vocht tekort kom. Ik kan goed zijn dat ik straks wel kies voor eten. Maar op dit moment kies ik even voor drinken. Ik heb ook een fles Ranja in de koelkast staan. Die continu in een glas doe. En ijsklontjes erbij. En, nou, ja, hè. Dus daar ben ik wel continu mee bezig. Om te zorgen dat ik blijf drinken. Maar Met zulke warme dagen heb ik er echt problemen mee. Normaal, als het 25 graden is, kan ik het prima aan. Dat is geen probleem. Kan ik gewoon lekker mijn ding doen. Ook mijn huishouden doen en alles. Nu moet ik gewoon echt nadenken over wat ga ik doen. Hoeveel tijd ga ik daaraan besteden. Want ga ik mijn eigen daarmee druk maken? Of want dan zie ik in één keer sterretjes. En dan denk ik bij mij, oh Mandy. En dan moet ik weer even gaan zitten, want dan gaat het gewoon echt niet goed. Er staat gewoon echt een shake op mijn benen. Dus een beetje eng. Ja, in ieder geval. Ik ga heel even verder hier. Ik ga Jordi zijn fles afpakken, want die heeft hij nu wel op. En ja, kijken hoe de dag loopt. Lekker alles, tranquilo. Wat vandaag niet komt, komt morgen wel. En we zien het allemaal wel. Oké, Jordi wil niet slapen tussen de middag. Nou, dat is prima. Of ja, tussen de middag. Het is inmiddels 9:30, 3:15. Hij heeft een half uur op bed gelegen. Ik heb hem maar weer naar beneden gehaald. Want wat heb ik nou gedaan? Ik heb die doek nat gemaakt. Want het had warm. Dus ik denk, ja, ik maak maar even een vochtige doek. Gewoon niet koud, gewoon koel. Cool. Die heb ik over hem heen gegooid. Hij vindt het nog lekker ook. Het was even nat. Maar hij vindt hem nog lekker nu ook, dus. Vind je lekker, Jordi? Vind je lekker wat mama gedaan heeft? Je wou niet slapen, hè, jong? Vind je het lekker? Vind je het lekker? Oké. Zeg maar pokken weer. Dat het maar gauw weer lekker komt. Hier is trouwens Joe. Die zit ook te etteren. Ja. Joef. Ga weg.
lekker afkoelen. Even lekker afkoelen, jongen. Is lekker. Nee, het is lekker, hè? Eventjes. Afkoelen. Jordi krijgt lekker zijn flesje. Liam krijgt ook een flesje. Misschien dat hij dan in slaap valt, misschien ook niet. Want hij is straks nog heel even een drie kwartiertjes geslapen. We gaan het zien. Maar nu is de even nog lekker prultijd. Liam die ligt al lekker in zijn bedje te slapen. Maar ik heb nog iemand wakker hoor. Die is de boel nog op stelt aan het zetten. Hij heeft net zijn loopwagen gekregen die omgedraaid. Maar dat deert hem niet. Want hij kan aan de andere kant kan hij nog steeds bij die rolletjes. En dat is wat belangrijk is, hè, die rolletjes. Gokken. Hoe gaan we dit oplossen, Jordi? Mama helpen. Jordi. Kan mama ook weer alles goed zetten? Die rolletjes, dat is het belangrijkste. En de telefoon natuurlijk, want die heb ik er net op gedaan. Dus die hoort die. En dan gebeurt er dit. Ondertussen ben ik heel eventjes hier een beetje de boel aan het recht trekken. Samen met Niels. En Jordi die is de boel op stelt aan het zetten dus. Goedemorgen. Je komt beneden en je denkt bij je, gadverdamme, het lijkt wel alsof hier een auto is aan het tanken. Nee, je doet de kast open. Wat blijkt, de sticker remover heeft gelekt. Ik ben nu heel mijn kast aan het uitruimen. En dan kom je weer zooi tegen waarvan je bij je denkt van, waarom heb ik dit? Maar ja, op de vroege morgen. Boah. Het is dat ik echt zoiets had van die geur is niet te hard, anders had ik dat straks gedaan. Maar ja, je kan het maar gedaan hebben, denk ik dan. Wat is dat zo, zeg, sticker in mijn hoofd. Ja. Even verder mijn kastje bezig. Nou, er is iemand ontwaakt hoor. Ik heb hem wakker moeten maken. Hey, Cookie. Oh, ben je nog moe? Karen, hij heeft hier een flinke muggenbult. Maar ja, ik ga nog heel even met hem klooien, zodat hij goed wakker is en dat de fysio dadelijk komt. Jordi heeft fysio gehad en nou wou ik hem eten geven. Hij wil niks. Wat ik nu heb gedaan is ik heb gewoon appelmoes gepakt en ik ga nou eens kijken of dat hij het wil. Dat wil hij dan weer wel. Er zit in ieder geval vocht in, dus hij eet iets binnen. Iets wat ik altijd doe als ik thuis kom of bezoek heb gehad, is alles lekker freedom. Ik laat mijn theezakjes liever hangen als dat ze nu in het gareel zitten. Ondanks dat het fruitje niet goed ging en brood hij totaal niet wilde, gaat er altijd een fles in. Ik heb op dit moment weinig zin om te eten, dus ik ga gewoon iets eten wat ik lekker vind. Ik krijg de Never nooit niet op, dus Joef heeft waarschijnlijk geluk dat ze opa krijgt. Maar wat ga ik maken?
Je neemt 2 afvalbroodjes, snij je door het midden, smeerboter. Dat gaat niet met 1 hand, maar goed, oké. Smeer je op je broodjes. Ga ervan uit dat iedereen wel snapt hoe je broodjes smeert, toch? Met boter. In ieder geval, als je niet weet, het moet een zakje. Champignon. Kan het ook weglaten, maar ik vind het lekker. Nou, dan zorg je dat de champignon er zo op ligt. Meer, minder, wat je zelf wil. Je kan er nog Italiaanse kruiden op doen, maar moeders heeft die niet in huis, dus zonder Italiaanse kruiden. Dan pak je kaas. En die dump je er gewoon overheen. Oh, wacht, Mandy, wel goed doen. Je kan eigenlijk alle soorten kaas wel gebruiken, alleen ik gebruik jong gelegen kaas. Oude kaas wordt te zweterig naar mijn idee, dus ik vond dit lekker. Pak me overal voor verwarmd op 200 graden en dan 10 minuutjes. Ik heb er 11 gedaan, ik had geen zin om terug te draaien. Maar nu eerst Liam eten geven. Hallo! Hallo! Ga je flesje krijgen? Gaan we eerst even je luiertje doen? Ja? Hallo! Ja! En als het helemaal klaar is, ziet het er zo uit. Ik vind het lekker. Kind 1 slaapt, ja, is in rust. Kind 2 is ook in slaap en in rust. En dan hebben we hier Jordi. Kind 3 wil niet slapen, wil helemaal niks. Ja, dat wil hij. Verder wil hij helemaal niks. Hier, dik op. Hij heeft ook zijn bril expres niet op, want die trekt hij toch steeds af. Maar aan toegeven, Homa. Ben benieuwd, zal wel weer om 5 uur liggen te slapen. Shhh. Straks heeft Jordi nog even geslapen. Niels is thuis gekomen, toen hebben we gegeten. En heel veel gedoe, 7. Genoten van de warmte. Het is hier nu 29,3 graden binnen. Ja. En alles wat open staat, staat open. De voordeur, alle ramen, het wordt maar niet kouder. Nee, ik denk dat ik vannacht maar op de bank blijf liggen met alles open. Maar we kunnen ook in de tuin gaan slapen, daar is lekker koel. Ja, daar ben gek. Lekker geprikt worden. Eigenlijk moeten we een klamboe hebben. Ja, nou. De kindjes die zijn weer heel laat naar bed toe gegaan. En er is nu weer een kindje wakker. En een puppy. En een puppy. Dus ik ga bij deze upsen afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Wij gaan weer even papa en mama spelen. En hopelijk zo slapen. Welterusten. Welterusten. Tot de volgende.